Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag gaan we opnieuw rijexamen doen. Goed idee. Dit keer hebben jullie bepaald dat we ons rijexamen opnieuw moeten uitvoeren, maar dat gaan we niet zomaar doen. Inderdaad, wij willen weten wie van ons drieën nou het beste kan rijden. Dus terwijl één iemand bezig is, mogen de andere twee hem afleiden tijdens het rijexamen. Precies, en degene die het hardst zakt, die moet opnieuw op rijles. En dat doen we natuurlijk niet alleen, want we hebben namelijk een rijexaminator gevonden. Toppie, daar is hij. Goedendag. Hallo. Nou, zul je allemaal rijbewijs maar geven dan? Alle drie alsjeblieft. Oké. Okay, dat is van allemaal. En kunnen we die ook terugkrijgen dan? Zullen we eens even kijken of je ze terug kan verdienen. Nou heb ik dus geen rijbewijs meer. Nee. Oké, okay, waar gaat hij allemaal precies op letten? Ik ga letten dat jullie vlot rijden, de doorstroming, voorsorteren, ja. Veiligheid, vooraf lenen aan bestuurders, voetgangers, ja. De bijzondere verrichtingen. En dan zullen we kijken wie van jullie het rijbewijs terugkrijgt. Oh jeetje. En dan stel ik voor dat degene die het slechtst rijdt, dat hij straks opnieuw een eerste rijles gaat krijgen. Dat is zo kut. Dus dan mag je helemaal niks. Je mag niet eens gas geven, je mag niet schaar, je mag alleen sturen. Zit je in die auto zo. Kut. Okay. Nou, zullen we gaan beginnen, jongen? Ja, ik wil beginnen. Ja, ga jij beginnen? Ik was als eerste de shotgun. Nou, Stefan, jij bent de eerste die mag beginnen. Je krijgt van mij een veiligheidsbril. Dat belooft niet veel goeds. Thomas, wij stoppen de auto alvast in. Ja. Succes, hè? Dankjewel. Hallo, Stefan. Hallo, Stefan. Hallo. Hoi. We controleren als eerste het voertuig. Ja? Ik stel voor dat we onder de motorkap gaan beginnen. Goed. Nou, wat hebben we allemaal bij ons? Stefan die krijgt al wat lastige vragen. En wij gaan ondertussen even de attributen uitzoeken. Hebben jullie tennisbedjes? Als je gaat vertrekken, wat kan je controleren? Je oliepeil. Ja, waar zit die? Moet ik even zoeken hoor. Deze stil. Wat krijg je, jongen? Hey. De koelvloeistof, weet je die misschien ook? Dat is deze. Oké. Dat is wel grappig als je het daarin zou doen. Maar het is niet bedoeld voor de koelvloeistof. Oh, dit is de ruiten. Dat is de ruitenspoelvloeistof. Oh, ja, nee, dat wist ik. Oké, nou laten we maar gaan rijden, daar ben ik toch echt beter in. Examenroute beginnen. Dus ja. Nou, jongen, je mag zo dadelijk rechtsaf gaan. Sorry. Oh. Ga nou toch rechtsaf, man. Ja. Laat je niet afleiden. Nee, komt goed. We hebben met een rijtaak bezig. Wat zijn nou voor vrienden, man? Ja, een hele goede kant. We gaan rechtsaf, Stefan. Ja. Rechtsaf. Hou eens op met die bellen, dat is fucking irritant. Stefan, concentreer je op die taart. Laat je niet afleiden. Concentreer je, Stefan. Rechtsaf, Stefan. Yes. Let je wel op, Stefan. Ja. Een beetje irritant zijn. Ah, niet doen. Niet dat doen. Niet dat Stefan, doen. Stefan, hand aan het sturen. Ja, hand aan het sturen. Ah, fuck jou. Heb je er altijd wel van, Stefan? Van Thomas, altijd. Ja. Ik vind het wel een beetje erg stinkt hier, jongens. Ja. Zo, ja. Oh, man, zo. Pas op. Attentie. Stefan is aan het rijden. Pas op. Stefan, je mag mij voor mij omdraaien. Oké. Okay. Een keer opdracht. Ga je yes. Aan de andere kant. Omkeren! Dennis! Hey! Dat is het heerlijk, jongens en meisjes. Het is een feestje! Welkom in de feesten! Holy shit! Ja. Steven, mag ik even iets vragen? Ja. Gaat het goed? Ja, gaat goed hoor. Oh, je ruitenwissel dan aan. Gast. Gaat het nog steeds goed, Steven? Ja! Echt wel goed? Was een hobbeltje. Hobbeltje. Ja, en we gaan zo die kant op. En dan weer die kant op. En dan weer die kant op. En dan weer die kant op. Pas op weer uit de wisser. Goed zo. Steven, moet maar kijken. Ja. Wordt ik ben aan het kijken op de weg. Pas op. Doei, je moet even bij, man. Dat is allemaal confetti liggen. Oh. Nee. Ik zag het. Dat was een ingreep. Nee, ik zag het toch. Je wilde een fietspad in. Helemaal niet. Ik zag dat ik hierin moest. Ja,
haat jullie echt zo fucking erg. Moet je kijken. Dus ja, jij ziet er zo leuk uit. Voor mij heb je een hele leuke examen. Waarom wij vervelen? Jullie zijn fucking irritant met z'n tweeën. Dit is niet, weet je, ik probeer gewoon op de weg te letten. En dan heb je twee van die maloten die Stefan, voor, ja? Ik vind het helemaal niet slecht gedaan, maar die vrienden van jou. Oh, dankjewel. Die sporen niet. Nee, precies. Sporen echt. Maar goed, Giel. Ga je nou zeggen dat hij wel kan doen? Wow, ik ook ben niet aan de beurt. Veel plezier. Nou, Merlin. Giel, jij bent de volgende. Mijn rijexamen. Alweer. Alweer. 10 jaar geleden. 10 jaar geleden heeft deze man heeft mij begeleid tijdens de auto. Dus ik ben benieuwd wat er nog van over is gebleven. Goed, wat hebben we allemaal? Dat doet irritant. Waar zijn jij aan een auto als je zo'n band ziet? Wat kun je erover vertellen? Nou ja, het zorgt er in ieder geval voor dat je, dat je kan rijden. We hebben eieren. Oh, nice. Je bent allemaal aan het testen. Wat ben je aan het testen? Het profiel. Ik ben aan het testen of er genoeg druk op de banden staat. Of die niet slap is. Kun je nog iets vertellen over de band? Het is natuurlijk... Nou, ik doe de gordel om. Weet je, Merlin, ik vind het... Stoor je niet aan je vrienden? Nee, ik vind het wel moeilijk, want ik heb eigenlijk een automaat. Ben je met een luier? Hij begint nu al met excuses, hè? Spiegel even goed kijken. Ja. Nou, kunnen we, Merlin? Oké, dan stel ik voor dat we gaan doen. Ja. Ah! Ah! Oh, je was echt vol op mijn gezicht. Oh. Heb je ook zo honger? Ik heb honger. Zullen we McDonald's doen? We gaan door de McDonald's heen. Dat is gek. Heb je honger? Ja. Is je dorst of niet? Geen bier in de wagen. Geen nee, ik mag niet drinken. Ik wil het bijna doen. Mag je niet afrijden. Auw. We gaan zo recht hoor. Auw. Auw, auw, nee, ah nee! Ah, ik ben het! Ah, tyfus! Au! Ah! 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 Niet in mijn oor, jongens! Au! Linksaf, hè? Ah! Ah! Wat een teringzooi! Oh, politie! Doe! Confetti! Oh, de politie. Dat gaan we weer dat we daar gaan houden. Ja, sowieso. Au. Hij heeft nog les, hè? Wow! Sorry. What the fuck doe je, man? Hé, hey, stoppen. Jezus. Zo, wat rem je hard. Wat, ik rem gewoon hard. Giel, het is rood. En dan moet ik even rustig gaan doen. Dan komt het normaal. Oh, slecht verstoppen, jongen. Politie. Hallo. Hey. Gaat ook gewoon nog een koel. Au. Er staat gewoon politie langs me. Kappen. We proberen te focussen. We gaan even lekker McDonald's pakken. Mag ik 3 frietjes en 2 keer 9 McNuggets alsjeblieft? Hallo mevrouw, dankjewel. We gaan eten, Merlin. Yes. Lekker. Lekker, hè? Ja, lekker eten, jongens. Hoi, Popper. Ah. Waar gaat mijn vriend? Nou, Merlin, volgens mij zit mijn examen bijna op. Nou, zullen we hier rijden? Hey, stopbord, stopbord! Oh! Oh! Dat was een stopbord! Dat was een stopbord! Hij miste een stopbord! Zal ik hier even parkeren, Merlin? Is goed, parkeren. Hij miste een stopbord! Ik hoop trouwens examinator onder de McDonald's te gaan. Hè? Ja, maar hij negeerde een stopbord! Ja, hij negeerde een stopbord. Nou, Thomas is nu aan de beurt. De auto is weer redelijk schoongemaakt. Thomas? Ik ga even laten zien hoe je echt moet rijden. Succes! Thomas? Succes, man! Oké, Thomas, voertuigcontrole. Voertuigcontrole. Lukt het om hem open te maken? Ja, dat stap 1. Oké. Okay. Thomas heeft absoluut geen ervaring. Hij heeft het rijbewijs het minst lang van ons allemaal. Maar wij durven ook nooit bij hem in de auto. Nee, en nu moeten we. Wat zou jij nou gaan controleren op het moment dat jij gaat rijden, Thomas? Nou, de oliepeil. Dat is een olievulde op, Thomas. Dat is de oliepeil. Nee, dat is de vloeistof. Ruitenvloeistof. Goed zo. Precies. Is dat dan de oliepeil? Hey, Thomas, wat staat er voor een symbooltje op, jongen? Dat is een koeienvloeistof. Hé, hey, je mag eens starten, jongen. Jij hebt de sleutel? Ja, ik doe even een stoelstukje voor als ik kan. Zo. Zet mijn bril op. Ik zit ook met veiligheidsbril, maar je weet maar niet hè, wat er gaat gebeuren. Kom, Thomas. Ja, ik ga al. Ik zin, hè. Jawel, ik moet hem even maken. Oh, daar komt dus de auto voor. Maar die wacht wel even goed. Die wacht wel even. Nou, dan. Hij is de ah, oh, wat doe jij? Ah. Oh. Ah! Oh! Wat een overweging.
we zijn begonnen. Thomas, Thomas rijdt maar een stukje achteruit. Ja, dat Thomas, ik wil echt niet rijden. Nee, je vindt het heel gek met zulke wagonlachen. Ik heb nooit zo'n examen meegemaakt. Dit gaat alles. Ik vind het zo zielig voor hem. Ik heb dat nog nooit gedaan. Wat heb ik voor kandidaten meegemaakt? Ja, vond je het leuk? Ik vond het leuk, maar jullie zijn allemaal gestakt. Thomas, gaat het? Ja hoor, hoezo? Ja, hoe was het gegaan? Hoezo? Ja, dat ging wel goed toch? Ja, ging wel goed. Ja? Een klein ingreepje, dat was het eigenlijk. Ik vond het netjes, hè? Eén klein ingreepje. Eentje maar. Ja. Ja, ik vond het weer helemaal niet slecht gaan. Dankjewel. Ook Giel, ondanks die eieren struif in je nek, ja, viel het ook niet meer. Maar Thomas, bij jou viel het me tegen. Ja? Dat viel me echt hartstikke tegen. Ja, waarom? Ik moest remmen. Je moest remmen. De verkeersveiligheid kwam in drang. Ja. Dat is slecht. Slecht. Ronduit slecht. Ja. Ik vind dat jij de eerste les verdient hebt. De allereerste rijder. Gefeliciteerd. Ja, nou ja, je hebt verloren. Ja. Je hebt nog een bijbaantje. Je mag alle troep ook nog op gaan halen. Oh, ja, we gaan het tootje opruimen. Tot volgende week. Een super toffe video. Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En ken je ons nog niet? Abonneer dan gelijk op ons kanaal. We willen ook Merlin bedanken voor het beschikbaar stellen van onze auto. Inderdaad. En zijn fantastische rijkunsten. Inderdaad. En je kan ons natuurlijk ook volgen op social media. Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. En onze videoclip staat online. Link staat in de beschrijving. En ben je nou benieuwd wie Thomas zijn eerste rijles was? Blijf dan even hangen. En lachen. En leuk. Oh. En Thomas, welkom bij je allereerste rijles. Daar gaan we weer. Oké, je mag hem gaan starten. Hoppakee. Yes. Oké, Thomas, het is echt de eerste rijles. Ja, het is echt weer de eerste rijles. Oké, wil zeggen wat ik moet doen. Ik moet gewoon de weg. Ja, we gaan gewoon een beetje daaromheen slaan, hoor. Oké. Het gaat nou veel beter als netjes. Ja, nu word ik niet afgeleid, hè. Zie je wel, ik denk dat het gewoon aan die andere heeft gereden. Ja, dat denk ik dus. Eigenlijk is helemaal oneerlijk. Dat is eigenlijk niet eerlijk. Ja, dus eigenlijk moet je gewoon altijd goed opletten op de weg. Ja, je moet gewoon opletten en laat je niet afleiden door andere mensen. Daar gebeuren de ongelukken van. Precies, hebben we toch wat geleerd. Dus moraal van het verhaal is goed blijven opletten.